kind heeft recht op spel en vrije tijd. Helaas is dat niet in alle landen zo, vanzelfsprekend als in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan een oorlogsland zoals Syrië. Daar kunnen kinderen niet buiten spelen, omdat er veel oorlog is. Felix, Sofia en Abi wonen in Nederland. Ze spelen graag voor Shoppertje. Felix, je bent hem. Oh nee, hij moet ik hem weer zijn. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom! Buurvrij! Oh nee! In Syrië wordt geen verstoppertje gespeeld, maar verstoppen de kinderen zich voor de soldaten. In Nederland zitten kinderen gezellig te vissen met vrienden. Ja, ik heb een grote snoekbeet. Ik heb al 2 stekelbaars gevangen. In Syrië kunnen kinderen niet vrolijk vissen. Daarom moeten ze hun kleren in de rivier gaan wassen. Ik draag al maanden dezelfde trui. Ik dezelfde sokken. En ik dezelfde broek. Kinderen in Nederland die binnenspelen zitten vaak op hun telefoon of op de PlayStation. Oh, bijna! Ja, ik heb jou te pakken, man. Nee hoor, ik heb jou te pakken. In Syrië moeten de kinderen heel de dag binnenwerken. Ik heb pijn aan mijn armen van het schoonmaken. Doorwerken, anders krijg je pak slaag van de baas. In Nederland is voetballen een populaire sport. Sofia en Felix voetballen in hetzelfde voetbalteam. Ze oefenen vaak op het plein. Yes! Mooie goal! In Syrië kunnen kinderen niet zomaar op het plein spelen. Het plein zit soms verstopt met bommen waar kinderen op kunnen staan. Kijk uit, daar ligt een bom! Een bom! Felix en Sofia zitten samen op boxles. Elke donderdag sparren ze met elkaar in de boxring. Ik pak je! Ik pak jou! Boksen voor je hobby komt in Syrië niets voor. Daar wordt echt gevochten en oorlog gevoerd. Ja! Maar gelukkig vieren alle kinderen hun verjaardag en proberen familie en vrienden waar dan ook ter wereld de jarigen een zo leuk mogelijke dag te bezorgen.